Live vanuit de VTM-studio's. Sterren op de dansvloer. Het vijfde danskoppel zijn tv-presentatrice Marlijne de Wouters en haar danspartner Wim Gevaert. Danskoppel 6. Hoofdinspecteur van In Uit Aspe, Herbert Vlak en zijn danspartner Ellen Eckhart. Ons laatste danskoppel dat zijn Marlijne de Wouters en Wim Gevaert. Marlijne is een echte controlefreak en daarom is ze zo blij dat haar dansleraar een perfectionist is. Voor de Roomba ging Wim op zoek naar het beest in Marlijne. Hij zocht en zocht en vond een wilde tijgerin die op haar strepen staat. Vorige week was Marlijne erg gespannen voor haar eerste Engelse wals met Wim. Ontspan, ontspan, ontspan. Vertrouw hem. Je hebt een heel grote elegantie. Gebruik die. Maar ik dacht echt, allee, nu ga ik het doen. Ja, ik ga het doen, ik ga het doen. En, maar ja, en dan was het toch nog verkrampt, hè. Ja, we gaan een beetje Roomba doen, hè. Weet je nog in de Engelse wals dat ik gezegd had van schoon in je mand blijven? Dat wil ik dan zeggen dat je schoon in je hoofd, in je arm blijft. Ik weet dat nog, ja. Ja, hè. Ja, en in Roomba is het toch anders, hè. Je mag toch uit je mand komen. Ik mag uit mijn mand komen, zeg. Hey. Het is al een knopje meer open bij je, Marlijne. Dat was vanaf het begin open, hè. En dan gaan we zien dat we reageren op elkaar, hè. Dan wordt alleen maar het onderwerp is dit. En je intrekken is al een bepaalde schroom die je hebt. Ja. Dit, dat hij zegt, dat moeten we eruit krijgen. Je kunt nog zo doen ook. Ja, zo van langs je arm zo. Het is wel een ondeugende Marlijne. Ik denk dat ik normaal niet zo verlegen ben, maar hier word je zo. Als je zo een stapje verder gaat, dan. Dan voel ik zo precies toch wat. Meester. Ja, ja. Meester. Dat mag je zo uitdagen, heb je dat gezien, joh. En tu. Sorry. Au. Gaat het? Ja, een beetje pijn. Je moet afzien, hè. Ja. Een beetje afzien, maar mijn dansen is afzien. Dan zei dat die mand mogen komen, dan doen we die in een draai vandaag. Boom, en dan slaat je op mijn gezicht. Vrijheid, je krijgt een keer vrijheid. Kijk, als je vrouwen de vrijheid geeft... Dan moet je uit de weg gaan. Dan moet je uit de weg gaan. Allee, vooruit. Wow. Het is al over. Allemaal cinema. Gewoon cinema. Maar het einde van hun dans stelt Marlijne voor een fysiek probleem. Oeh. Draai, 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 draai. En als ik dan recht kom, dan ben ik duizelig. En dan zie je zo'n shaky Marlijne die niks meer kan. Ik hoop in ieder geval dat ik niet zo duizelig ben dat ik zo rechtstreeks in de orkestbak beland. Hey. Stel je voor. Ik heb daar al nachtmerries over gehad, hè. Voor de Roomba wordt koppel 8 Marlijne de Wouters en haar danspartner Wim Gevaert uitgenodigd op de dansvloer. In your eyes.
was precies eventjes Dancing on Ice. Hè? Zeer mooi. Wim, hoe dat jij erin slaagt om van bijvoorbeeld Dina verleden jaar, Marlijn, zo twee sobere huisloren, zo twee prinsessen te maken. Ongelooflijk, hè? Hoe dat je dat kunt. Ronnie, heb je ook die mening? Nee. Nee? Nee. Wat ik zeer speciaal vind, dat Wim erin geslaagd is met twee dames twee volledig andere karakters te creëren. Vorig jaar had men Sissy, nu heb men Jennifer Lopez. Het was dat wat ik zocht. Want de hele dans is exotisch, uitdagend. Ik ben nou licht erotisch in de manier van dansen. Licht? Ik vond het licht erotisch. Ik vond het prima. Ik vond het de beste dans van de avond, zonder twijfel. Het enigste negatieve punt dat ik vond, voordat je daar vooruit een stap had, waren even je timing kwijt. Sorry. Je timing kwijt. Ja. En dan zag ik Wim zijn ogen zo open gaan. Mijn god, maar het is direct rechtgezet. Ja. Maar prima. Dank u, dank u. Davy, vond jij het ook licht erotisch? Ik vond het zeer mooi. Ik bedoel, Marlene, je bent een pracht van een verschijning. Echt op de dansvloer, een klasse dame, en daar blijf ik bij. Wim probeert er veel uit jou uit te halen. Misschien wel net iets te veel, had ik vandaag het gevoel. Ja? Hij weet waar hij goed mee bezig is, maar je verloor af en toe de timing. Wim kon dat dan direct terug afblokken en corrigeren. En in de draaien waar je alleen moest gaan, waar Wim je niet echt kon ondersteunen, had ik echt het gevoel van, oei, ze biedt, breekt ze. Weet je, het was echt zo, echt een beetje bang. En dat voelde ik in het dansen. Breed dat wat uit, dan heb je veel meer balans. Zo ga je zelf natuurlijk jezelf het moeilijk maken. Ja? Ik vond het een mooie prestatie. Dan. Dank je. Prachtig. Marlijn en Wim. Marlijn doet me wat denken aan een ajuin. Als je dat kleedje eraf zou pellen, dan begint je van geluk te blijten. Oh, Jacques, traantjes gaan hier vanavond niet vloeien. Tenzij van inderdaad geluk, want zo'n fantastische kritiek dat jullie gekregen hebben van Ronnie dan ook nog wel. Ja, dat doet mij eigenlijk wel echt plezier, want ik heb inderdaad zo wel, toch wel wat switchen moeten maken in mijn hoofd. Maar... Jennifer Lopez? Ja. Ja, toch. Wat gaan jullie kinderen daarvan zeggen? Jouw kinderen. Mijn kinderen. Ja. Mijn kinderen. Het was licht erotisch, maar goed. Die,